Ik zijn elkaar, denk ik, eigenlijk vooral een beetje misgelopen in ons leven. We hebben elkaar, ik denk, in totaal maar 2 keer echt gesproken. Dat is heel weinig. Ik herinner me wel een avond in Rotterdam, in Calypso, vlakbij het station, een oude filmzaal, waar ik Joost eigenlijk pas voor het allereerst echt zag acteren, optreden. Hij legde aan een zeer slecht bezette zaal met een enorm vuur iets uit over een Amerikaanse kunstwerk dat ik nu niet meer weet. Maar ik herinner me vooral de gedachte die ik achteraf had. Zou je nou ook met zoveel enthousiasme eigenlijk over een gedicht kunnen praten alsof het een kunstwerk is? Hij heeft me eigenlijk op dat spoor gebracht. En ik wil een poging wagen om een gedicht uit de bundel van Joost van den Avond. Uitleg is niet het woord, maar om erover te praten. Het gaat allemaal over het gedicht Dier. Dat gaat u dadelijk zien, dat u meelezen. Voer je op Google de zoekterm vogelsterfte in, dan verdwaal je al snel op religieuze fora. Voer je massale vogelsterfte in, dan worden je zoekresultaten overspoeld door onheilsprofeten. In 2011 vielen dode vogels als vuistgrote hagelstenen uit de hemel. Ze sloegen in Arkansas, in Australië en in Zweden met duizenden tegen de vlakte. Een beetje eng wel. Voor wie die religieuze fundamentalisten geloven wilden, vuurde God hoogstpersoonlijk vogels als kogels op de wereld af. De boodschap was: het einde der tijden is nabij. Ach ja, die toorn Gods in 2011. Wetenschappers zeggen inmiddels doodleuk dat al dat gedoe over dode vogels misschien meer over de mens zegt dan over de vogels. Maar wat die vogeltjes dan weer over God te zeggen hebben, wisten ze natuurlijk niet. En daar hebben wij nu de nieuwe poëzie van Joost voor. Hij doet een greep naar God. Dier. In onze kamer lag, metaforisch nog veelzeggend, wel levensecht en letterlijk een vrijwel dode mus. Daar moest iets mee gedaan. Mond-op-mondbeademing, kom hier dat ik u kus. Onze kamer raakte uit balans. Was ik dichter, ik begon een koortsachtig vereenzelvigen. Niet veel later stierf het dier. Ik van alle dichters moe, schoof poëzie terzijde, nam het lijkje in mijn omgevormde hand. Mijn dochter keek Pips toe. In de tuin begroeven we de vogel, voor God, de poes en vaderland. Maar het hielp geen zier. Daar lag hij weer, verstijfd, en met de snavel open verweet hij mij, waarom ik, waarom jullie, waarom juist deze kamer hier. Sindsdien regent het al maar dode vogels. Onze kamer kan het nauwelijks aan. Wij staan erdoor in lichter laaien. Wij niet alleen. Ik heb het idee dat ik een wereldbrand afblus. Ik probeer dus maar weer woorden uit. Hun voor- en achterkant. De mus gebied. Ik moet eten uit zijn hand. Joost beschrijft in het gedichtje, dus het gedichtje Dier, hoe iemand op een dag een zieltogend musje in zijn huiskamer vindt. Paniek. Alles wordt uit de kast gehaald om het diertje te redden. Beademing werkt niet. Een haastige dichterlijke poging tot inleving in smus lot staat de redding alleen maar in de weg. We lezen, ik, van alle dichters moe, schoof poëzie terzijde. De dichters en hun woord houden de dood niet
weg. Maar wat helpt dan eigenlijk wel? Bestaat het hier geen zier? Begraaf je de ene mus, dan wacht de volgende je op in doodsnood. Het is verleidelijk die stervende vogels als metafoor te lezen voor vooruit. Dwingende boodschappetjes van boven. Al mag het niet, van Joost, lees regel 2. We doen het. Hoe moeten we de omslag anders lezen in het laatste deel als hyperbol dan maar? Voorlopig houd ik het op een opgewonden surrealistisch visioen. Een huiskamer ontvlamt, daarna is het alsof de wereld vliegt. Goddank is het een redder. Want daar is dan ineens de taal. En nog een mus. Don't shoot the messenger. De mus is nu gebieder. Die dwingt finaal respect af voor iets groots. Het staat er met een echte hoofdletter. De zet. De zet van